ertussen zit. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is alweer de vierde maand, jongens. Oh, wat giet het hard dit jaar niet te filmen. En ik heb hier staan twee hele mooie airfryers. Eén van de AC Trion en één van Philips. En hebben jullie dat ook wel eens? Dat je patat of friet maakt. Het ligt even aan waar je bent in Nederland natuurlijk. En die worden knetterzwart. Knetterzwart, hoe kan dat dan? Dat is niet goed. Dat klopt. Er wordt hier namelijk wat verzwegen bij deze machines. Je wordt wat verzwegen! Ja, er wordt hier wat verzwegen. Wat wordt hier verzwegen? Namelijk dat deze machines helemaal niet onderhoudsvrij zijn. Onderhoudsvrij? Nee. Daar zit wel degelijk een beetje onderhoud aan. En ik heb het er niet over dat je de bakje eruit moet halen. En een keer in de vaatwasser moet gooien. Of de... Nee, er zit nog iets meer aan. En dat laat ik jullie zien in deze video. Goh, wat mooi weer, jongens. Goh, is dat weer de vierde maand. Prachtig. Gadverdamme, zie je wel? Hij is gewoon nog smerig, dat ding. Dus die moet sowieso schoongemaakt worden. Wat is nu het hele punt namelijk? De frietjes worden zwart. En de patat ook. Hoe komt dat nou? Nou, dat ga ik jullie even laten zien aan de hand van een zak patat of friet. Ik heb hier een zak van een welbekend merk. En zie je wel, daar zit namelijk een laagje olie op. Hé, hey, olie, maar dat doen we toch niet, want we zijn toch aan het airfryen. Dus we maken het alleen maar warm door middel van lucht. Ja, maar die olie heb je nodig voor dat krokante smaakje. Dat lekkere, lekkere bite eraan. Echt, frietpan Frank zou trots op mij zijn. Maar, wacht even, er zit dus olie in. Maar waar blijft die olie? Want er gaat lucht doorheen. De lucht gaat hier doorheen, komt daar weer uit aan de achterkant. Er wordt hier wat verzwegen. En ik laat jullie zien wat er verzwegen wordt. Wat zit er nu in elke airfryer? Er zit namelijk een oliefilter in. Een oliefilter, ja, die zit toch alleen in auto's? Dat klopt, maar ook in deze twee airfryers en in veel meer airfryers. En wat blijkt, onderling hebben de fabrikanten afgesproken om allemaal hetzelfde oliefilter te gebruiken. Namelijk de EH27AD84. Verkrijgbaar bij de AC Trion. Bij alle vestigingen, speciaal vandaag op deze dag. Wat moet je dus doen? Hij zit hier aan de onderzijde gemonteerd. Ik zal even inzoomen hier zo. En dan zie je hem mooi zitten. Ja, het is een beetje onduidelijk, onscherp helaas. Maar goed, daar zit het oliefilter. Hoe kan ik hem loshalen met een grote dop en een sleutel en na de tijd weer monteren. Maar natuurlijk wel op een juiste aanhaalkoppel vastzetten. De benodigdheden. Dop 36. Met een kniestuk, een ratel en natuurlijk uit het doosje, want die is natuurlijk leeg, het nieuwe filter met ook een nieuwe ring. Ik ga hem er eens even gauw uitdraaien. Oh, je ziet hoeveel vet van die patat ertussen zit, jongens. Oh, daar. Kijk eens, daar is die. Moet je toch eens zien hoe zwart dat filter is. Allemaal door die patat, jongens, niet te filmen. In vergelijking met het nieuwe filter, dat is gewoon niet normaal. Dat is gewoon ene vieze bende dit, jongens. Daarom, airfryer onderhoud is super belangrijk. Je kunt wel denken, ik heb een long life airfryer onderhoud met 30.000 uur van mijn pad. Of je vervangt dat filter nooit. Maar het gaat wel om je lekkere patat, hè? Om je gezondheid toch wel eigenlijk. Dus gauw even dit filter vervangen voor een nieuwe. En een nieuw ringetje eraan natuurlijk, hè, voor de afdichting. Anders gaat die lucht langs dat ringetje. En dat moet je natuurlijk ook niet hebben. Oude ringetje. Beetje olijfolie. Goed opletten dat je met de juiste. Dat je hem niet in zo'n baan legt, maar wel in de juiste positie ervoor. En dan het nieuwe filter. Er weer in. Goed erin klikken. En deze kan weer terug in de airfryer. Voordat je monteert, op de onderkant staat zelfs dat hij 2,5 tot 5 Nm vastgedraaid moet worden. Dus ik zet hem erin, ik draai hem even vast met een momentsleutel. Tik-tak! Perfect. Met een schoon filter.